Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer. Met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Mars! Zo, deze is klaar. Kajoe en zijn vader werkten gezellig aan een model van het zonnestelsel. En hebben we alle planeten, papa? Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Ja hoor, we hebben ze allemaal. Papa, Rosie honger. Oké, Rosie, ik pak iets lekkers voor je. Wat is dat, Kajoe? We bouwen het zonnestelsel, om te laten zien. Het is een model van alle planeten, Rosie. De planeten die hoog in de lucht zweven, net als de sterren. Dit is onze planeet, de aarde. Rosie had niet veel interesse voor de planeten of het zonnestelsel. Ze had meer oog voor de felgekleurde ballen op tafel. Stuiterbal! Rosie? Oh, kom terug! Ja! Nee, Rosie. Deze ballen zijn van mij. Voor mijn model. Ze zijn van Kajoe, Rosie. Je kunt vast wel ergens anders mee spelen. Er mogen geen planeten ontbreken uit het zonnestelsel, toch? Waar heb je trek in, Rosie? Heb je zin in een crackertje met kaas? Kijk eens. Dankjewel. Mars en de aarde. En jij, Kajoe, wil jij ook iets? Oh ja, lekker. Ik lust wel wat. Dat snap ik wel. Een zonnestelsel bouwen is hard werk. Dank je. Bedankt, papa. Ik ben een van mijn planeten kwijt. Rosie, waar is Mars? Mars? Rosie had geen idee waar Kajoe het over had. Ze wist nog niks over de planeten. Je weet wel, die kleine rode bal. Waar is hij? Rosie weet het niet. Ik weet dat jij hem hebt, Rosie. Geef hem terug. Rosie, heb jij soms Kajoe's rode bal? Tuurlijk wel. Ze heeft hem vast in haar zak gestopt. Dat is mijn auto. Dat is mijn sleutelbos. Jij bewaart wel een hoop in je zakken, Rosie. Weet je zeker dat dat alles is? Geen bal? Geen bal. Ik weet zeker dat ze hem heeft, papa. Rosie neemt altijd mijn spullen mee. Hij ligt waarschijnlijk in haar kamer. Kajoe dacht dat hij iets onder Rosie's bed zag. Stofwolkjes. Oh, hij moet hier ergens liggen. Kajoe wilde heel graag zijn bal vinden. Zijn model moest perfect zijn voor zijn spreekbeurt. Ik kan mijn zonnestelsel niet laten zien zonder Mars. Dat heeft papa nog zo gezegd. Er kunnen natuurlijk geen planeten ontbreken uit ons zonnestelsel, toch? Hij moet hier ergens liggen. Kajoe wist dat kleine rode planeten niet zomaar konden verdwijnen. Ik weet het. Hij ligt vast in de woonkamer. Help!
Muntjes. Ugh, oude popcorn. Gilbert's muis. En hoe gaat het, Caillou? Heb je Mars al gevonden? Nee, mijn model is verpest. Maar kan je niet iets anders voor Mars gebruiken? Maar wat dan? Ik heb geen andere rode ballen. Dit is allemaal Rosie's schuld. Ik snap dat je van streek bent, Caillou, maar je zusje de schuld geven helpt vast niet. Nee, en het lost ook je probleem niet op. Wat als je nou een witte bal rood maakt met een van je stiften? Caillou dacht er even over na. Hij wilde zijn model heel graag meenemen voor zijn spreekbeurt. Dat ga ik proberen. Caillou's nieuwe planeet was niet zo mooi als de eerste, maar hij was blij met het resultaat. En, vind je het mooi? Ik vind het super, Caillou. Je spreekbeurt wordt vast te gek. Juf Martin zal versteld staan. Ja, het is best goed, hè? Papagaatje, leef je nog? Caillou zag iets bewegen onder het gordijn. En hij vroeg zich af wat het was. Gilbert? Mijn bal! Caillou voelde zich opeens vreselijk. Hij had al die tijd Rosie de schuld gegeven. Maar het was Gilbert die Mars had gekaapt. Ja, Rosie. Stuiterbal. Gilbert had hem meegenomen. Oh, het spijt me. Het was niet jouw schuld. Ben je boos op me? Ben niet boos. Nou, ik ben blij dat jullie het weer hebben bijgelegd. En nu je je bal terug hebt, Caillou, kan je hem weer in je model zetten. Nee, ik heb een beter idee. Ik geef hem aan Rosie. Alsjeblieft. Dank je, Caillou. Rosie was blij met de bal. En Caillou was ook blij. Hij had sorry gezegd. En hij en Rosie waren weer vriendjes. Emma's extra snacks. Caillou was vrolijk aan het schilderen. En toen... Een tussendoortje. Emma? En heeft iemand misschien de rode stift gevonden? Ik heb hem dus nodig voor mijn nieuwe tekening. Heb ik die voor gemaakt? Het is nog geen tijd voor je tussendoortje. Maak eerst je schilderij even af. Maar Emma eet nu toch ook iets? Ja, maar Emma mag af en toe een extra tussendoortje. Mag zij dat? Caillou vond het niet eerlijk dat Emma mocht eten, terwijl hij het niet mocht. Ik heb suikerziekte. Wat is dat? Dat is een goede vraag, Caillou. Zal ik het anders even aan de hele klas uitleggen? Oh, ja, jongens, dat is ook beter. Willen jullie allemaal even komen zitten? De ouders van Emma hebben gevraagd om iets met jullie te delen. Emma is erachter gekomen dat ze type 1 diabetes heeft. Dat wordt ook wel suikerziekte genoemd. Het is een ziekte die sommige mensen kunnen krijgen. Een ziekte? Oh nee. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je ook ziek wordt door Emma. Het is niet besmettelijk, zoals bijvoorbeeld een griepje. Wat is suikerziekte? Nou, iedereen heeft suiker in zijn bloed. Maar soms heeft Emma niet de juiste hoeveelheid suiker in haar bloed. Dus meet Emma die hoeveelheid met dit apparaat. Ze neemt medicijnen en soms neemt ze een extra snackje. Zodat ik niet duizelig word of te moe. Heel goed. Hebben jullie nog vragen? Mogen wij ook extra snacks? Ik vrees van niet, Jay. Maar straks mogen we allemaal een snack eten. Ga nu maar weer verder waar jullie mee bezig waren. Ja! Juf Martin had het duidelijk uitgelegd. Maar Caillou voelde zich toch niet helemaal lekker... Hij maakte zich zorgen om zijn vriendin, Emma. Oh, Emma,
Je bent je trui vergeten. Maar ik wil mijn trui niet. Nee, maar straks vat je nog kou. Ja, hey, kom op naar buiten. Ja. Doe hem maar aan, voor de zekerheid. Oké, dank je. Vroom, ruimte kapitein en co-piloot, klaar om te landen? Klaar, kapitein. Daar is planeet Mars. Kom mee. Hey, waar ga je naartoe? Het is die kant op. Ben je duizelig, Emma? Misschien moet je daar afkomen. Het gaat prima. Ik doe net alsof de glijbaan een grote berg is. Oh, nou, ik kan je hand vasthouden als je eraf gaat. Nee, dank je. Het lukt me alleen ook wel. Die avond maakte Caillou zich nog steeds zorgen om zijn vriendin. Mama, wist je dat Emma ziek is? Nee, dat wist ik niet. Maar ze voelt zich vast snel weer beter. Waarom maak je geen beterschapskaart voor haar? Goed idee! Hoi Emma, zal ik je tas voor je dragen? Nee, dat hoeft niet, Caillou. Maar je moet geen zware dingen dragen. Laat mij maar. Dank je. Nu mag de mijne ook wel dragen. En die van mij ook. Hé, hey, bedankt, Caillou. Hier, Emma. Deze is voor jou. Maar ik ben nog niet jarig. Dat weet ik wel. Het is een kaart zodat je je weer beter voelt. Dank je, maar ik voel me prima. Oh, nou, dat is mooi. Caillou was erg tevreden. Omdat Emma zich weer goed voelde, dacht hij dat ze weer beter was. Nou, arm omhoog. Hoog in de lucht. Op jullie tenen. Goed zo. Emma, het is tijd voor je snack. Caillou was in de war. Emma zei dat ze zich prima voelde. Dus waarom had ze dan nog extra snacks nodig? Oké, jongens. Ga weer omlaag, lager en tik je teen aan. Emma is vast en zeker nog ziek. Het was lunchtijd. En Caillou maakte zich weer eens een beetje zorgen om Emma. Wil je wat van mijn kippensoep? Nee, dank je. Ik heb mijn eigen lunch. Caillou was teleurgesteld. Door kippensoep voelde hij zich altijd snel weer beter. Oké, jongens. Niet vergeten. Na de lunch gaan we lekker naar buiten om te gimmen. Joho! Oh, ja! Oké, jongens. Klaar om hard te lopen? Caillou wilde niet hardlopen tegen Emma nu ze zich niet goed voelde. Dit win ik zeker. En dan voelt Emma zich nog slechter. Je moet maar heel rustig lopen. Caillou besloot overdreven traag te rennen. Totdat hij Emma zag sprinten over het gras. Emma, wacht even! Goed zo, allebei gewonnen. Je gedraagt je niet echt ziek. Ziek? Ik ben niet ziek. Maar je hebt toch type 1 dinges? Type 1 diabetes. Dat is anders dan griep of verkoudheid, Caillou. Het is gewoon iets waar ik mee moet leven. Elke dag? Elke dag. Zie je deze pomp? Die geeft me medicijnen zodat ik me goed voel. Ik controleer mijn bloedsuikerspiegel heel vaak. En door de snacks voel ik me niet duizelig. Toen Emma vertelde over alle dingen die ze moest doen om goed voor zichzelf te zorgen, maakte Caillou zich ineens veel minder druk. Voel je nu duizelig, Emma? Nee. Nog maar een wedstrijdje dan. Oké. Caillou was blij dat Emma nog steeds leuke dingen kon doen. Ze had dan wel een ziekte, maar ze kon gewoon een leuk, energiek leven leiden.
Gevonden voorwerpen. Caillou had een hele drukke ochtend. Mama had veel dingen in de planning vandaag. En Caillou en Rosie hielpen haar. Nadat ze de boodschappen hadden opgeborgen, deden ze de was. Oeps! Helemaal klaar. En nog bedankt voor je hulp, Caillou. Wat moet je nog meer doen, mama? Het volgende op mijn lijstje is... door de tuinsproeier rennen. Ja! Lunchtijd. Waar is mijn andere sok? Mama, ik ben mijn andere sok kwijt. Ik heb overal gezocht. Oh, die zoeken we na de lunch wel. Oh, waar is mijn overwand toch? Hij moet hier toch ergens liggen. Jongens, komen jullie handen wassen? Het is op! Volgens mij heeft iemand een melksnor. Puppy? Waar is mijn puppy? Hij lag net nog naast je stoel, toch lieverd? Waar is hij nou? Alles verdwijnt zomaar ineens. Mijn sok, jouw overwand, Rosie's puppy. Je hebt gelijk, Caillou. Het is heel erg vreemd. Hé, hey, ik hoor de puppy van Rosie. Puppy? Shh, Rosie, luister. Onder de bank. Is je knuffelpuppy alleen op avontuur? Nee. Gilbert had hem. En jouw overwand. En mijn sok. Puppy. Oh, dus jij had al onze dingen meegenomen. Met die grijpgrage klauwtjes van je. Hij houdt echt van krabben, hè? Nee, Gilbert, foei. Oké, wie gaat er mee naar de speeltuin? Ik! Eerst gaan we maar eens even schone sokken voor jou pakken, Caillou. Kom mee, mama. Maar ik kan mijn sleutels nergens vinden. Gilbert, heb jij mijn sleutels? Iets zegt me van wel. Nee, niet onder de bank. Waar heb je ze gelaten? Ik denk niet dat Gilbert de sleutels heeft, mama. Oh, nee? Hij had de sok en de overwand en de knuffelpuppy... omdat ze alle drie zacht zijn en hij er lekker in kan krabben met zijn nagels. Jouw sleutels zijn niet zacht. Dat is heel erg slim van je, Caillou. Misschien heb je wel gelijk. Maar waar zijn mijn sleutels dan? Weet je hoe ik verloren dingen opzoek? Je moet teruglopen en dan overal zoeken waar je geweest bent. Dat klinkt als een goed plan. Kan jij het me voordoen? Het laatste wat we deden was middageten. Volg mij! Oh, je gaat achteruit. Nu gaan we zoeken. Hier niks. Nee, maar waar waren we voor de lunch? Buiten! Kom mee! Liggen mijn sleutels daar, Rosie? Nee! Ze liggen niet buiten.
Waar gaan we nu heen, Caillou? Hiervoor waren we volgens mij in de bijkeuken. En haalden we de kleren uit de wasmachine. Oh ja, inderdaad. Achter mij aan. Geen sleutels. Nee, niet hier. Hiervoor waren we in de keuken, boodschappen aan het opruimen. Maar daar hebben we al gezocht. En daarvoor brachten we de boodschappen naar binnen. Hier liggen ze dus ook niet. Ik weet dat ik ze had toen we binnenkwamen, want ik heb er de deur mee opengemaakt. Ik denk nog steeds dat Gilbert ze heeft. Oh, Gilbert! Oh, Gilbert! Ik weet dat jij het niet was. Caillou dacht even goed na en besloot toen op de laatste plek te gaan kijken waar mama haar sleutels nog had gehad. Mama, mama, ik heb ze! Ik heb ze! Ik heb ze in de deur laten zitten. Oh, dat was niet zo handig van me. Ah, Gilbert. Jij had mijn sleutels dus toch niet. Oh, het spijt me. Mama, zullen we Gilbert mijn oude sok geven, zodat hij er lekker in kan krabben? Hij vindt dat echt ontzettend leuk. Dat vind ik best een goed idee. Graag gedaan. Speeltuin gaan? Ja. Zo, nu kunnen we gaan. Caillou had goed geholpen en de sleutels van mama gevonden. En het was niet Gilbert zijn schuld. Deze keer niet.